De Staatsoliemaatschappij Suriname NV blijft rekenen op de samenwerking van de gemeenschap van het Brokopondo-gebied. Staatsolie heeft enkele keren kunnen waarnemen dat personen dichtbij de hulpdijken van de Afobakadam activiteiten ontplooien die heel gevaarlijk kunnen zijn. Het hoofddoel van de Afobakadam is het opwekken van elektriciteit. De verantwoordelijkheid daaromheen neemt Staatsolie heel erg serieus. De dam heeft een lengte van 1900 meter die ondersteund wordt door 16 hulpdijken. Nawin Debbie Persaat, manager Power Reliability and Maintenance van Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, geeft aan dat de samenleving de ernst van de zaak niet weet als één van de dammen breekt. En inderdaad zijn er gevallen van waarnemingen van activiteiten in de vorm van goudwinning en ook houtkap. En waar wij voor bewaken is dat die activiteiten niet dicht bij onze hulpdijken komen. En daar zijn we wel scherp op, zodat we de meldingen dan ook doen aan de autoriteiten die daartoe dan bevoegd zijn en acties te ondernemen. En die medewerking krijgen we van de autoriteiten om met de mensen te komen praten en hun van die locatie te doen verwijderen. En dat is een ongoing proces waar we dan eigenlijk op die manier invulling aan geven. Maar voor ons is het belangrijk om wel alert te blijven van wat die activiteiten zijn. En liefst wil je eigenlijk deze activiteiten niet hebben in die omgeving, want onze primaire aandachtsgebied is om een stuwdamoperatie uit te voeren en energie op te wekken. Dat is eigenlijk onze primaire activiteit. Maar als onderdeel van de inspectie vinden deze waarnemingen ook plaats en die interventies gebeuren dan. Debbie Persaat zegt dat Staatsolie bij elke waarneming direct zal blijven doorspelen aan de desbetreffende instanties die ervoor moeten zorgen dat er controle is. Hij benadrukt dat het blijkbaar niet duidelijk genoeg is voor de plaatselijke gemeenschap wat er bij het ergste geval van een eventuele dambreuk kan gebeuren, voor zowel het gebied als voor Paramaribo. Kijk, bij zo'n operatie gebeuren de risicoanalyses. En het ergste wat kan gebeuren is een dambreuk inderdaad. Wat de simulaties hebben uitgewezen is dat het effect van een hulpdijk aan de oostzijde hetzelfde effect kan zijn als wanneer er een dergelijke situatie zou kunnen voordoen bij de hoofddam. En volgens die simulaties die zijn uitgevoerd, zou dan in een dergelijke scenario, wat we nooit willen hebben en daarom staat damintegriteit boven alles wat we doen. Toch in een dergelijke situatie zou dan Paramaribo 17 voet onder water komen te liggen, wat gelijkwaardig is aan 4,5 meter. En dat zou dan in een tijd van 50 uur kunnen plaatsvinden. Als gevolg van deze ernst van de situatie zeggen we van damintegriteit, dam safety management staat boven alles. Die van de westhulpdijken, daar is de impact wat minder ten opzichte van de oosthulpdijken. Dat zou dan betekenen dat het Brokopondo-gebied dan onder water zou komen te liggen. Maar ook dat is nog steeds een serieuze impact die je niet wil hebben. Staatsolie zal een beroep blijven doen op de gemeenschap van Brokopondo zich niet in de buurt van de dam te begeven wanneer zij activiteiten en werkzaamheden wilt uitvoeren uit veiligheidsoverwegingen.